We zijn op een mooie locatie in de binnenstad van Deventer, aan de IJssel. Enexis is samen met aannemer BAM en buizenfabrikant Wavin bezig om de oude gietijzeren gasleiding, die onder het asfalt ligt, te vervangen. Dit gebeurt via een bijzondere methode, close fit lining. Hierbij wordt de nieuwe buis in een aangepaste vorm door de bestaande buis heen getrokken. Dit is de compact pipe, zoals Enexis die voor close fit lining gebruikt. Dit is de C-vorm. Normaal is de buis rond, ja, dat kun je aan de onderkant zien. En de buis, zoals ik hem hier zie, wordt ook in de bestaande buis ingetrokken. Dit is een 350, normaal krijg je een 350, nou heel moeilijk in de bestaande buis. Doordat die deze vorm aangeleverd wordt, kan die er makkelijker ingetrokken worden. Dat is het idee hierachter. Het intrekken van de compact pipe is gisteren gebeurd. Over een traject van 140 meter is de nieuwe buis door de bestaande buis getrokken. Doordat de bestaande buis als mantelbuis dient, hoeft er geen asfalt te worden verwijderd. Er wordt gewerkt vanuit een beginput en een ontvangstput. Hadden we het op de oude manier gedaan, dus ontgraven, dan waren we zeker twee keer zo lang bezig geweest. En dat is tegenwoordig maatschappelijk niet meer verantwoord. De overlast voor de bewoners is groot en ook het doorgaand verkeer die heel veel hinder hiervan heeft. Sommige mensen moeten 10 minuten omrijden. Dat is tegenwoordig niet meer denkbaar. We hebben hier een bestaande gietijzeren leiding liggen waarvan we eigenlijk zo min mogelijk diameterverlies willen hebben. En de compact pipe heeft als eigenschap, nadat hij in zijn geheel erin getrokken is en nadat hij opgewarmd is, dat hij tegen de binnenkant van de huidige buis blijft zitten. Dus het vandaar close fit. De huidige buis wordt eigenlijk de mantelbuis. Daardoor creëren we zo min mogelijk diameterverlies, wat hier ook wenselijk is. Nu start een spannend proces waarbij de buis door middel van temperatuur en druk weer in de originele vorm teruggebracht wordt. Dit is wat er vandaag gaat gebeuren. Maar eerst nog even twee stappen terug, naar het moment voordat de nieuwe buis erin getrokken is. De bestaande buis is hiervoor eerst zorgvuldig geïnspecteerd. Ja, nadat de huidige buis is opgekapt, is er een camera-inspectie gedaan. En daaruit is gebleken dat er in het verleden toch een aantal aansluitingen hebben gezeten. Deze aansluitingen zijn door de wand naar binnen toegekomen. En deze moeten verwijderd worden, want de nieuwe buis die zou er tegenaan kunnen komen en niet voldoende rond kunnen zijn. Uiteindelijk zijn die stukjes zijn ook weggevreesd, waardoor de huidige buis er prima in zit. Na de camera-inspectie en het frezen is eerst nog het vuil uit de buis gehaald. We zien hier zo in vierte attributen die nodig zijn voordat de nieuwe buis door de oude buis heen getrokken wordt. Dus twee zogenaamde ragen. Dit is om het vuil los te maken van de wand. Daarna wordt deze doorheen getrokken om het vuil uit de buis te halen. En als laatste wordt er een kalibreerbal doorheen gedaan om te kijken of de diameter van de buis goed is om de nieuwe buis er doorheen te trekken. Er wordt niets aan het toeval overgelaten om de nieuwe buis zo passend mogelijk in de bestaande buis te krijgen. Vanaf het intrekken worden er drie zaken nauwlettend gemonitord. Gisteren was belangrijk om de trechtacht te monitoren. Er mag niet meer aan de buis getrokken als dat je aan kan. Wordt het namelijk wel gedaan, dan gaat de buis vervormen. En dat is niet wenselijk gezien dat het een gasbuis is. Vandaag is belangrijk dat de temperatuur en de druk in de gaten gehouden worden. De temperatuur mag niet hoger worden als dat de buis aan kan. En op de buis zitten sensoren die dit alle twee in de gaten houden. En dit wordt aan het eind van het project opgeleverd door middel van documenten. Dan is nu het moment suprême aangebroken. De buis gaat zich stapsgewijs ontvouwen naar zijn originele, ronde vorm. Om goed te kunnen laten zien hoe de buis weer in originele vorm komt, hebben we bij de ontvangstput een camera geplaatst die het hele proces versneld laat zien. Je kunt het net niet zien, maar hij is bijna tegen de binnenkant van de oude buis aangekomen. Wat er nu nog gebeurde, wordt tot morgen blijft hij uitkoelen en dan is hij daadwerkelijk tegen de huidige binnenkant van de huidige buis aangekomen. Dan wordt er een stuk afgezaagd en wordt deze bocht erop gezet, zodat hij aan kan sluiten of die buis niet onder de weg doorgaat. De nieuwe techniek is hier geslaagd toegepast. Om een gasleiding te vervangen hoeft een weg niet meer lang afgesloten te worden en kan de bestaande gasleiding blijven liggen.